Goedendag, welkom bij Gids TV. Mijn naam is Jan Kloeze. Ik ben hoofdredacteur van de Gids voor personeelsmanagement en ik ben in gesprek met Martijn van Wouden. En ik ben directeur van p Company, een adviesbureau gespecialiseerd op testontwikkeling. Uh, Martijn, je hebt een boek geschreven samen met Ajit Bakas over de toekomst van werk. Uh, mij interesseert vooral, en ik denk ook de kijkers, uh, de lezers van de Gids, wat dat betekent voor de toekomst voor HR die toekomst van werk gaat natuurlijk heel veel betekenen voor de toekomst van uh, van HR mensen die zullen over tien jaar hele andere dingen doen dan, uh, dan ze nu doen. Maar ze hebben nog wel toekomst? Een HR heeft absoluut toekomst. Uh, moet wel op een aantal punten, denk ik, uh, zichzelf uh, wat scherper maken. En ook wat, uh, wat meer als vak, denk ik, uh, uh, bekend komen te staan als noodzakelijk in het bedrijf. Lijkt me ook verstandig dat uh, HR-mensen wat vaker in de, in de boord van bedrijven komen, bijvoorbeeld. Uh, Om die stap naar uh, de boord te maken, denk ik dat we wat scherper moeten worden in ons vak. In het uh, aantonen van, uh, van het menselijk gedrag. Op de klantbeleving. Als je bijvoorbeeld in een retailorganisatie werkt. of uiteindelijk de bottomline impact. om alvast maar even de termen te gebruiken. die dan, die dan daarvan gelden. Dus ik ben zelf al wat aan het oefenen. Maar om te zorgen dat we. aantonen dat HR-beleid. ook daadwerkelijk iets bijdraagt. aan de bottomline van de organisatie. aan winst en verlies. De accountability van HR. Ja, de accountability van HR: meer aantonen, uh, meer strategisch vermogen ook uh, uh, inbrengen. Dus niet op tactisch niveau denken hoe we uh, het businessplan faciliteren, maar ook meedenken hoe we meer uit klanten en meer uit de organisatie kunnen halen als we mensen anders inzetten in die organisatie. Hoe, hoe relateer je deze uh, observatie over HR? Uh, aan de belangrijkste trends in je boek? De hoofdtrend is, wat mij betreft, de internationalisering en de, de hyperconcurrentie die in de wereld zal, uh, zal ontstaan, zeker na deze crisis, als die voorbij is. Dan zullen we zien dat de wereld anders is dan daarvoor. Er is een heleboel economische activiteit verschoven naar Azië toe. China is dit jaar de tweede economie in de wereld geworden en zal over tien jaar de eerste economie van de wereld zijn. India waarschijnlijk de tweede. Alleen dat heeft al een enorme impact hoe wij gaan werken, hoe onze industrie eruit ziet, hoe onze overheid eruit ziet. Dus dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste trend.